De structuur van het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs op juniorenniveau moet gewijzigd worden. Het kind moet daarbij altijd centraal staan. Dit heeft minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vanmiddag meegedeeld tijdens een persconferentie. De persbijeenkomst is gehouden naar aanleiding van de afsluiting van de driedaagse nationale dialoog voor hervorming van het onderwijs. We willen continuïteit, we willen structuur, we willen duurzaamheid, dat betekent wet en regelgeving. Is dat duidelijk genoeg? De voorzitter van de DNA heeft dat ook gezegd. Mag ook verklappen, want er is heel veel voorwerk gedaan voor we tot deze dialoog kwamen. En ik heb dus hier verschillende groepen zitten die al lang bezig zijn. We zijn niet op een dag opgestaan en zeggen we gaan een dialoog op. We hebben ook niet gezegd we gaan voorbij aan de problematiek. En nogmaals, vanuit mijn eenjarig ministerschap heb ik gezien hoeveel er al verzet is de afgelopen 30 jaar, 40 jaar. Maar het is bij initiatieven gebleven. En ik heb dat ook in mijn openingsrede gezegd. Dat kunnen we niet meer hebben. De bewindsvrouw zegt verder dat tijdens de dialoog naar voren is gekomen dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat dat kinderen van het binnenland hun moedertaal onderwijs kunnen volgen. Volgens haar zal het onderwijs dus fundamenteel veranderd moeten worden. Verrier vindt het belangrijk dat iedereen dezelfde richting opgaat ter verbetering van het onderwijs. Want de kern is die ontwikkeling van de mens. En onderwijs moet niet alleen talenten van elk kind kunnen ontdekken en stimuleren, maar ons onderwijs moet de competenties die ontwikkeld moeten worden voor de keuze die dat kind maakt, ook kunnen ontwikkelen. En dan heb je geen drop-outs en dan heb je geen kinderen die niet gelukkig zijn op school. En dan heb je een groep jonge mensen die aansluiting heeft gevonden bij de arbeidssector. Want dat is waar we naartoe moeten gaan. Dat is die ontwikkeling van ons land. Dat is dus ontwikkeling van ons land. Dat was minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vanmiddag tijdens een persconferentie bij de afsluiting van de driedaagse nationale dialoog voor hervorming van het onderwijs. De persconferentie vond plaats in de Royal Ballroom van Torarica.